Ik ga jullie nu laten zien hoe ik de macramé-lamp heb gemaakt. Ik heb eerst de bovenste ring, die heb ik eerst omhaakt met vaste, met hetzelfde garen als waar ik nu de knopen mee ga maken. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik de koorden om de ring heen knoop eigenlijk. Ik heb mijn draad dubbel. Het zijn draden van 3,20 meter heb ik geknipt. Die doe ik dubbel om mijn ring. En dan deze haal ik daar doorheen. En die trek ik helemaal door. Dus dan krijg je eigenlijk een soort lus. En dan trek je hem gewoon goed aan, zodat hij stevig vast zit. En zo ga je de volgende ook weer doen. Dus je pakt je draad dubbel. Dat doe je er omheen. En dan pak je de twee draden er doorheen. En dan trek je hem aan. En zo heb je uiteindelijk 40 draden om de ring heen geknoopt. Als je de lamp groter wil maken, dan moeten je draden die je om de ring knoopt, moet deelbaar zijn door 4. Want je hebt dadelijk, als we gaan knopen, heb je groepjes nodig van 4. Dus de draden moeten deelbaar zijn, of het aantal moet deelbaar zijn door 4. Nou, de draden zitten nu verdeeld over de ring. En dan kunnen we nu gaan knopen. We gaan de halve wijdasknoop gaan we maken. Daar gebruik je steeds 4 draden voor. Dus dit zijn mijn eerste 4 draden, dus 2 geknoopte draden. Dan pak ik de middelste 2. Mijn linkse draad leg ik over die middelste 2 heen. Die hou ik even met mijn duim vast. Dan mijn rechtse draad gaat over de linkse heen en dan door de lus, achterlangs door de lus. En dan trek ik hem aan. Dit is mijn eerste knoop. Middelste draden moet je even vasthouden, anders trekken ze ook mee omhoog. En je mag hem gewoon wel aantrekken. Niet te strak, want als je dan de eerste ronde helemaal af hebt, dan trekt hij naar binnen. Dus je moet proberen om hem niet al te strak aan te trekken. Dit is dan de eerste knoop. De volgende knoop pak ik weer mijn volgende 4 draden voor. Doe ik weer hetzelfde. Links over de middelste 2, rechts over de linkse en onderlangs door de lus weer naar boven. En dan trek je hem weer aan. En dan de volgende 4. Overheen. Daar overheen en dan onderlangs door de lus. Probeer je knopen zoveel mogelijk, je ziet het nu nog niet heel goed, maar probeer ze zoveel mogelijk horizontaal. Niet dat de ene langer is als de andere. Dan gaan we door naar de tweede ronde. Die laten we verspringen. Dus dan komt hij eigenlijk hier tussen, de wijdasknoop. Dus dan pakken we als middelste 2 draden, pakken we en een draad van de ene knoop en een draad van de andere knoop. En de volgende, of eigenlijk dit is de linkse draad. Die leggen we er overheen. En dan pakken we nog een draad van de tweede knoop. En die gaan we eigenlijk weer op dezelfde manier door de lus. En die trek je ook weer aan. Je krijgt eigenlijk een soort vlindertje. En die trek je ook weer aan naar boven. Dus nou zie je dat hij zo verspringt. De volgende zijn weer 4 draden. Dus dit middelste 2, deze, de linkse en de rechtse. Op dezelfde manier. En je trekt hem weer aan. Blijf steeds die 4 draden, blijf je steeds oppakken. En zo ga je eigenlijk weer door naar het einde van deze ronde. Deze toeren of rondes heb ik eigenlijk gewoon iedere keer zo aangetrokken dat het
vrij dicht op elkaar zit. Bij de volgende toer gebruik ik wel weer dezelfde knoop, maar ga ik hem niet helemaal tot boven aantrekken. Dus ik laat hem ietsjes, de knoop ietsjes eronder, dat hij iets meer ruimte krijgt. Ik ga nu beginnen aan mijn achtste ronde. Wel weer op dezelfde manier, dus gewoon weer mijn twee draden die verspringen en mijn linkse en mijn rechtse draad. Die ga ik op dezelfde manier ook weer knopen. Alleen ga je hem nu niet helemaal tot bovenaan, maar laat je hem ietsjes, dat hij ietsjes meer ruimte krijgt. Dus je gaatjes worden iets groter. Want je moet op een gegeven moment naar je tweede ring, moet je de ruimte hebben om om de ruimte van die grotere ring te krijgen. Dus je moet steeds, de volgende toeren worden steeds iets groter. Dus de lusjes worden iets langer. Maar je moet even kijken, om dat naar eigen inzicht. Het zijn in totaal zijn het 17 toeren die je maakt. En dan moet je bij je tweede ring ben je aan je 30 centimeter. Dus dan moet je even gaan kijken hoe groot dat je iedere keer je lusjes maakt. De laatste knopen met een vrij grote lus. Probeer zo nog steeds te kijken of dat je horizontaal een beetje gelijk blijft. En de laatste. De volgende toer gaan we eerst de knopen eraan zetten, of de kralen eraan zetten. En die doen we eigenlijk over twee draden, schuiven we die. En dat zijn de draden die we dan weer verspringen tussen die twee. Dus dan doen we daar eigenlijk de kralen op. Twee draden waar eigenlijk mijn volgende knoop weer zou gaan verspringen. Dat doe ik nu een kraal om. Dat doe ik in een grote naald. Haal ik allebei de draden doorheen. Dan pak ik mijn kraal. En die schuif ik eromheen. En dan kun je eigenlijk je naald wel weer eruit halen, want de kraal die blijft hangen als je hem helemaal even naar boven schuift. En zo kun je eerst al je kralen eromheen doen. Dan pak ik weer mijn volgende twee. En als je dadelijk je ring eronder hebt, dan kun je je kralen gewoon op zijn plaats schuiven. En zo zet je alle 20 kralen zet je eraan. Nu gaan we één knoop maken. En daarbij doen we de twee draden die door de kraal heen zitten, die laten we voor de ring vallen. En de twee draden die ernaast, dus deze en deze, doen we aan de achterkant van de ring. Dus die halen we even door.
Zo. En nu gaan we, laten we de ring gewoon even hangen. Dat komt dadelijk wel weer goed. Nu gaan we eigenlijk gewoon ook weer een knoop maken. Dus we moeten met 4 draden. Dus we pakken de 2 draden van waar de kraal omheen zit. En 1 draad van die. En 1 draad van die. En dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen als wat we constant gedaan hebben. Dus dan is het eigenlijk de linkse over de 2. En die gaan we door de lus heen doen. En dan trekken we hem aan. Deze hoeft niet te strak, want die mag ook gewoon wel iets losser. Dan zal het misschien nog niet helemaal recht zitten, maar dat gaan we straks doen. Om nou, want het is onhandig om je ring nu, kun je beter eerst de andere kant. Dus we verdelen de kralen even. Ik heb 20 kralen, ik heb er nu 1 gebruikt. Dus dan doen we 9 kralen ertussen en dan zitten we precies aan de andere kant. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus dan pakken we nu deze kraal. En die doen we precies recht tegenover de andere kraal. Dus deze hebben we nu vastgedaan. En nou gaan we deze. En dan kunnen we dadelijk, als dat klaar is, kunnen we de ring loslaten. En dan kunnen we gewoon verder met knopen. En dan hoeven we de ring niet meer vast te houden. Dus dan wordt het iets handiger. Dat dit niet helemaal gelijk zit, is niet zo erg. Want dan kunnen we dadelijk gewoon wel weer recht trekken. We gaan nu eerst de kraal vastzetten. Dus deze 2 draden weer over de ring en deze 2 erachter en deze. En dan gaan we hem weer vastzetten. Dus dan die daarover en deze daar tussendoor. En dan zetten we hem zo vast. Als hij dadelijk niet helemaal recht, dat komt dadelijk als alle knopen of alle knoopjes onder de ring zitten, kunnen we hem helemaal recht gaan. Ja, en voor het handige kun je nou ook weer deze pakken. En dat je dan eigenlijk 4 stukken krijgt waar dan kralen tussen zitten. Want dan hangt hij echt gewoon goed recht. En nu kun je eigenlijk de vaste om de ring, die zitten nu allemaal omhoog, die kun je nu netjes naar beneden doen. Dat die niet meer draait. En de knopen die hier eigenlijk ongelijk zitten, die kun je ook weer even recht trekken. Zo. Dus als je aan het knopen bent, is het niet erg als je knopen scheef komen te zitten. Want die kun je later toch gewoon weer recht trekken. Nou, en als alles dan recht zit, dan gaan we onder de ring gaan we weer verder. Met hetzelfde idee. Dus weer de 2 middelste, een linkse en een rechtse draad. En je gaat dezelfde knoopjes weer leggen. Die doe je wel nog vrij los. Je maakt wel nog best wel grote lussen. Omdat je gewoon die ruimte nog nodig hebt. En dan ga je eigenlijk zo weer naar beneden. Nu gaan we er de kleine ring in zetten. Het gaat eigenlijk op dezelfde manier als de middelste ring.
Alleen deze is natuurlijk een stuk kleiner. Ik pak weer de twee draden waardoor dat die weer gaat verspringen. Die leg ik over mijn ring heen. En dan pak ik een rechtse en een linkse draad en die doe ik door de ring, want die komen weer aan de achterkant. En dan gaan we de ring vastzetten. Dus eigenlijk gewoon weer de rechtse draad of de linkse draad over de twee heen. En de rechtse draad door de lus heen. En dan trekken we hem aan. We kunnen hem dadelijk nog weer helemaal recht trekken, dus hij hoeft niet zo keurig netjes te zitten. Dan gaan we hem naar de andere kant doen, dat hij weer vast zit, net als bij de bovenste ring. Dus dan draaien we hem. Het komt niet zo precies welke draad dat we pakken. Ik pak deze twee weer, de middelste. Trek ik mijn ring iets naar voren. Ik kan hem niet heel ver naar voren trekken. En dan doe ik de rechtse draad weer door mijn ring heen. En mijn linker draad doe ik ook door mijn ring heen. En dan kunnen we hem weer knopen. Dus dan links over de twee. En dan rechts weer door de lus. En dan trekken we hem aan. De ring zit nu nog niet recht. Maar dat komt straks wel als alle draden erin zitten. Het gaat wel iets lastiger als die bovenste, want je hebt natuurlijk minder ruimte om ze te knopen. Ik heb hem nu zover dat hij helemaal om de ring zit geknoopt. Dan kun je zeggen van nou, ik ga hem afknippen en ik laat mijn draden zo hangen. Of je kunt ook zeggen van ik ga er een grote flos van maken die ik eronder knoop. Dat ga ik nu doen. Dat doe ik eerst met een elastiekje. Ik doe er eerst een elastiekje om. Dan kun je, heb je je handen dadelijk vrij om gewoon je koord erom te doen. Dus die trek ik erdoor. Zo. Dan zit hij in ieder geval al bij elkaar. Ik maak een lus in mijn koord en die hou ik zo met mijn duim op het elastiekje. Dit stukje doe ik even daartussen, want dat daar blijft hangen. Dan pak ik hier mijn draad en dan ga ik er omheen. Dus om de knoop heen. En als het lukt boven het elastiekje, anders zit dadelijk het elastiekje vast. Zo. En dan gaan we hem aantrekken. Oh. Die mag daar even. En dan gaan we verder rollen. Je mag hem gewoon vrij strak aantrekken, dat hij gewoon goed blijft zitten. En zo rol je hem er een paar keer goed omheen.
dan zit hij goed. Elastiekje kan naar beneden. En nou die lus die we hier hebben, dan halen we eigenlijk je koord haal je daar doorheen. Je houdt hem wel even vast. En dat stukje wat we hier tussen hebben gedaan, gaan we nu aantrekken. En dan trek je die lus kleiner. Dus je trekt het koordje, trek je wat je tussen de lamp hebt gedaan, trek je aan. En dan trek je eigenlijk je draad waar je mee geëindigd bent, trek je onder je. En dan zit die vast. En dan kun je gewoon de draad afknippen. Gewoon boven op je knoop. En er gebeurt niks mee. Dus dan hebben we hem zo en dan kun je hem afknippen. Ja, op welke lengte dat je hem eigenlijk wil hebben. Ja, en dan hebben we een lamp met een flos.